De regionale aanpak binnen het innovatieprogramma Thuis voor Iedereen is belangrijk omdat je echt in regionaal verband met elkaar in kaart moet gaan brengen wat de opgave is voor de huisvesting van zeer diverse aandachtsgroepen. En binnen het innovatieprogramma Thuis voor Iedereen wordt daarin nu getest hoe dat in de praktijk goed zou kunnen werken. En daar kan de rest van het land dan vervolgens weer zijn voordeel mee doen. We hebben deze middag georganiseerd om gelegenheid te geven aan alle gemeenten en alle deelnemende gemeenten in de MRA om mee te denken en mee te doen aan het proces van die woonzorganalyse, van het komen tot een woonzorgvisie, van het komen tot het uiteindelijke doel van een verbeterde huisvesting van aandachtsgroepen. Wij hebben gekozen voor een aanpak op 4 sporen. Die hebben we geïdentificeerd in het plan van aanpak. En het eerste spoor is de governance, dus hoe richten we het programma in en het proces. De tweede spoor is de woonzorganalyse en de woonzorgvisie en de monitoring daarvan. En het derde spoor is het maken van afspraken. Welke afspraken maken we nou onderling tussen de gemeenten? Hoe doen we dat? Op basis van welk kader? Waaronder fair share. En het vierde spoor is het integreren van wonen, zorg, welzijn. En dat is eigenlijk de vraag van hoe zorg je nou dat het uiteindelijk ook goed geïmplementeerd kan worden in gemeenten, in wijken, in waar het moet. We zijn hier als provincie Noord-Holland aanwezig omdat we het belangrijk vinden aan de voorkant mee te praten, zodat we aan de achterkant gedragen afspraken hebben wanneer we met elkaar het gesprek aan kunnen gaan op het moment dat het niet goed gaat. We zien dat het een moeilijke opgave is en het huisvesten van aandachtsgroepen in een schaarse woningmarkt, dat geeft veel uitdagingen. We hebben wel gezegd, we gaan die uitdaging met elkaar aan. Dus dat is bestuurlijk vastgesteld en daar werken we ook met alle gemeenten aan. We zitten zo vaak in werkgroepen en na corona nog steeds grotendeels online. Maar als ik hier dan toch een onderzoeker tegenkom, waar ik dan 5 minuten even 1-op-1 mee kan praten, ja, dat is gewoon hartstikke fijn. Het helpt ook echt om weer met elkaar die verbinding te leggen. Oh ja, hier zijn we mee bezig en daar moeten we naartoe. We willen graag in gesprek met de gemeente en ook graag van hun horen hoe zij reflecteren op wat we in het programma aan het doen zijn. In het programma zelf werken al heel veel mensen van de gemeente, maar we willen het zo breed mogelijk verspreiden, omdat we eigenlijk iedereen nodig hebben.